Welkom bij een nieuwe video. Ik ben in Outlet in Roosendaal. Nooit eerder geweest. Het is zondag, heel druk. Ik ga wel even filmen, kijken of ik een leuke winkel tegenkom. Als het leuk is, dan hebben we hier Karl Lagerfeld. Daar ga ik natuurlijk even heel snel een kijkje nemen. Lof, lof, lof. Kijk, hij is er zelf ook. Heerlijke regenhuisjes, kijk hoe cute. Jammer, ik vond die trui heel leuk, maar zo in maat medium was super klein. Even een kijkje nemen bij Fabienne Chapeau. Altijd leuk, kleurrijk, printjes. En ik vind hun schoenen ook altijd wel heel grappig. Hangt volgens mij ook wel veel bij de Bijenkorf. Deze trui vind ik super leuk. Spijt, ik ben niet teruggegaan later om die nog eens te passen. Hele leuke schoenen, zoals ik al net zei. En kijk, deze laarsjes. Oh my god, deze vind ik helemaal geweldig, van die snowboots. En een hele mooie kleur jas, oranje. Maar uiteindelijk heb ik toch niks meegenomen. Deze winkel kende ik helemaal niet. Maar ik laat je eerst even mijn outfit zien. Kijk even, tof, allemaal oude dingen. Maar wat een te gekke printjes. Kleuren, oh my god. Heel erg leuk om hier kennis mee te maken. Essentieel Antwerp, wat een te gekke winkel vind ik dit. Mooi merk, mooie kleuren, mooie printjes, heel eigen. Kijk hoe leuk allemaal dit allemaal, oh. Mooie kleuren bij elkaar ook. En deze tas. I know, in love. Nou, ik denk dat ik nog wel even terug ga komen. Oh, tijgertas. Misschien kom ik terug. 102 euro. Ik ken echt nog van vroeger of zo. Dat was altijd het enige waar heel veel printjes waren. Ik heb er toch altijd een beetje oordeel over of zo. Die mokkensens had ik bijna gekocht, maar aan de zijkant had iets los. Dus ik heb ze niet meegenomen, zo jammer. Nou, we hebben heel lekker gegeten bij, hoe heet dat nou? Friet Atelier. Oh, ik zou echt zeggen, daar moet je niet naartoe gaan. Te gevaarlijk, te lekker. Oh, heerlijk, nu gaan we even verder shoppen. André heeft natuurlijk alweer een jas gekocht. Oh, ik weer niks. Lekker Amerika hier. Ik heb sowieso flashbacks Amerika, heel leuk. Oh, dit is zo'n leuke winkel, daar heb ik mijn vaas ook van. Leuke dingen allemaal. Och, dit zijn mijn bekers, die heb ik. Echt heel leuk, die glaasjes zijn ook heel leuk. Oh ja, deze heb ik ook. Oh, ik zal even deze. Die glazen zijn ook heel leuk. Oh, kijk hoe schattig. Ze hebben ook lampjes. We'd never seen the sky so white. Iets te degelijk voor mij allemaal. Dus ik ga snel naar de L'Oréal winkel tegenover. Leuk om zo'n L'Oréal winkel te zien. Allemaal gegraaid en gedoe. Ik heb er toch niet zo geduld voor. En dan weet ik niet wat ik verder wil. Alle samples zijn weg, ken je dat? De testers liggen er dan niet bij. En dus toch maar niks gedaan. Niks gekocht. Bij Face 8. Ik ken het merk wel van online, maar nooit in real gezien. Dus hebben we wel hele mooie spullen. Ja. Mooi
merk, maar wel wat klassiek, vind ik. Teruggegaan naar Essentiel, want die tas. Oh. En ik zie een heel leuk gilet. Kijk, knalroze. Heel mooi. Maar ik kan dus nooit zo goed tegen dat echte wol. En dit is echt een mohair. Hij was 2,45, nu 162. Dus nog wel prijzig, maar wel heel leuk ding. Hij is binnen. Nou, eerste keer naar Roosendaal, naar de outlet inderdaad. Superleuk. Als je denkt, kind, dat klinkt hier aan. Ja, dat klopt. Mijn stem is een beetje weg. Nou ja, een beetje verkouden misschien. Maar goed, ik heb dat echt nooit. En dus vind ik altijd wel leuk als ik het wel heb. Maar goed. Ik draag nu trouwens een trui die we pas gekocht bij H&M. Hele leuke mouwen, vind ik dan. Een beetje van die uitlopende mouwen. En die was ook heel goedkoop. Volgens mij 10 euro of zo. Ik zal even een linkje onder de video zetten. Kan je bestellen. Dus heel tof. Ik heb hem nu gecombineerd met een los kraagje. En een kringloopketting. Dus die heb ik ooit in de kringloop gescoord. Zo maak je van oud en nieuw nieuwe combinaties. Heel tof. Leuk winkelcentrum. Leuke winkels. Niet zo high-end als Roermond. Maar ik vond het wel echt... ik had sowieso heel erg zin in kerstsfeer. En ik zei tegen anderen, zullen we lekker daarheen gaan? Dus uiteindelijk heb ik toch gefilmd. Dat was eigenlijk niet de bedoeling. Maar ik dacht, ja, nu ik hier toch ben, kan ik jullie net zo goed meenemen. Dus vandaar dat het ook maar heel kort was. Maar onwijs leuk. Ik zou je echt aanraden, ga daar gewoon een kijkje nemen. Ontzettend te gek. Ik ken natuurlijk heel veel outlets in Nederland. Tussen de Roermond en dan Almere. Heb je het ook Bataviastad. En je hebt Maasmechelen, de Village. Vind ik heel erg leuk. En ik moet je zeggen, ik vind deze toch echt wel een toffe outlet, leuke sfeer. Was natuurlijk wel druk. Was het weekend dat het met die Black Friday deals allemaal was. Maar ondanks dat vond ik het een heel aangename, ja, gewoon sfeer. Het is niet het, hè, je hebt niet die high-end merken zoals Roermond, zoals Gucci en Versace, noem maar op. Al die hele hoge, dure merken. Maar hier was allemaal een beetje het midden. En ja, zeg maar het gewone segment van Nike tot Essentiel Antwerp, Tommy Hilfiger, dat soort winkels. Misschien gaan ze ooit uitbreiden dat er wel wat duurdere winkels bij komen. Want volgens mij dat stuk waar dat ligt, zou best wel uitgebreid kunnen worden qua land en ruimte. Maar echt, ik ben echt te spreken. Ik was helemaal van wow, te gek. Ook heel veel leuke eettentjes. Wij waren natuurlijk naar dat frietatelier geweest. Was wel heel erg lekker trouwens. Maar ja, je kan dus inderdaad ook Laplace zitten. Dus echt een leuk uit, ja, lachje uit. En zeker voor de feestdagen vond ik het echt wel aanraden. Nu denk ik natuurlijk, heeft ze hem gekocht? Ja of nee? Ik had ook een poll gedaan op Instagram. Over de, ja, dan weet je het eigenlijk al, de tas van Essentiel. De meerderheid zei nee. En laat ik nou zo eigenwijs zijn dat ik me er niks van aantrek. En ik koop gewoon wat ik leuk vind. Dus ik heb hier de tas voor jullie. En ik ga die met jullie bekijken. Stofbag erbij. En super te gek. Och, ik ben zo blij met dat tasje. Echt helemaal geweldig. Wat wel heel grappig is dat de achterkant, daar staat het merk. Dat staat dus niet aan de voorkant. Zo moet je hem inderdaad dragen. Je zou natuurlijk ook het merk aan die kant kunnen doen. Lange strap. Het is trouwens gewoon kunststof. Gewoon plastic, geen leer of zo. Maar onwijs leuk. Ik hou heel erg van tassen met printjes. Heb ik veel te weinig. Dus ik dacht echt, ja, dit is echt een toffe aanvulling. Outletprijzen, ja. Dat is natuurlijk altijd de vraag. Zijn de prijzen ook daadwerkelijk zo duur geweest? En hebben ze die prijzen daarna lager gemaakt? Ik weet ook wel dat er speciale collecties worden gemaakt voor bepaalde merken die daar hangen. Die eigenlijk gewoon, ja, misschien wel lagere kwaliteit zijn. Weet ik niet zeker, maar dat wordt wel gezegd. En deze tas was 155, zo duur was ze nou ook wel niet. Best wel gek, want de verhouding is de kleding bij Essentiel duurder. Dat vind ik dan de accessoires. De schoenen waren wel wat prijzig. Maar uiteindelijk heb ik 102 euro betaald. Vind ik niet echt super hoog. Ik heb natuurlijk ook wel designer tassen die echt wat duurder zijn. En met heel veel vakjes. Oh, kijk, echt heel lekker. Er zit nu natuurlijk nog wat papier in. Ga ik er even uithalen. Veel ruimte. Dus het is een klein compact tasje. Maar wel met heel veel plek voor heel veel spulletjes. Weet je, een tas is natuurlijk een eyecatcher of niet. Voor sommige mensen is het gewoon heel erg een basisding die eigenlijk niet opvalt. Ik hou er altijd wel van dat een tas ook opvalt bij je outfit. En een aanvulling is. En ja, je kan er ook een statement mee maken. Dus onwijs leuk. Echt mooie kwaliteit. Gewoon rijk. Ja.
En eigenlijk ziet niemand het, dat het van dit merk is. Boeit mij ook niet zoveel. Dus, maar ik vind het dan wel gewoon gevallen voor de print. Super tof. Verder natuurlijk hele leuk. Ze hebben best zulke leuke dingen. En ook als je denkt van, pas ik het wel of niet? Je kan gewoon die breisels en zo, dit valt allemaal heel erg ruim. Dus daar kan je zeker naar kijken. Nou, toen ik bij H&M was, heb ik ook nog deze gekocht. Super leuke muts. Pas natuurlijk te gek bij dit truitje. Truitje gekocht, college bij H&M. Nee, bij Zara inderdaad. Maar hoe leuk is dit? Nou, leuke basis voor de look. Met een tasje van Essentiel. Die ga ik nu even bij elkaar stylen. Ik denk dat ik nog wel een keer terug ga naar Roosendaal. Want ik vond het onwijs leuk. Nou, ik hoop dat jullie net als ik genoten hebben van deze video. En het uitstapje naar Roosendaal de Outlet. En ik zou zeggen, dank jullie allemaal voor het kijken. En tot snel weer. Bye!